Oh, het is weer zo ver. We moeten weer even een hele glijdbaanparcours gaan halen. Oh, ik heb hier... We moeten meteen beginnen. Ja, we moeten meteen beginnen. Ga, piraat. Ha, dat ben ik. Grapje. Vincent. Oh, echt? Ja, loser. Oh, ik dacht als de mapmaker. Oh jee. Ik wou je expres even gaan kijken wat je ging doen. Ja. Wat is dat? Oh, je ziet niks. Hè, jammer. Ja, dat zit ergens. Ik denk dat het gewoon een soort van verstopplekje was dat. Ja, maar er zit dus ergens een ding is verstopt. Oh, de safe. Wat in ieder geval. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag is het weer zover. Ja, als het goed. Oh. Mocht je nou zin hebben in deze video, druk dan even keihard op het duimpje omhoog. Wat? Ik word omhoog gebouwd door een ATK en ik haal altijd gewoon. Ik word alleen maar naar beneden geglibberd. Eerste ronde gewonnen! Easy peasy! Ik ben al niet eens na de eerste drie blokjes. Sorry, het spijt me. Als je tegen mij wil battelen, dan weet je hoe goed je moet zijn. Druk in ieder geval even kaart op, duimpje omhoog. Gebruik natuurlijk support, creëer de code DutchTerms. En mocht je dat gedaan hebben, ben je een superheld. Maar trouwens nou ook een leuk mapje hebben, net zoals deze. Laat hem even achter op onze Discord. En wie weet spelen we jouw map de volgende keer wel. Jongens, dit gaat nou wel een makkie worden. Ja. En Vincent, deze die bordjes is? Ja, er staat support, creëer de DutchTerms. Ja. Ik ga ze niet allemaal lezen. Jammer. Het was een leuke tijdverspilling geweest voor jou. Oh! En Jacco, ik weet nu waar het muntje ligt, hè? Oh, ja, die gaat ik mee. Maar er zit ergens een impuls. Was die bovenaan om te trollen? Weet ik niet. Geen idee. Ik weet wel waar die ligt. Ah! Fiets, ik ga heel ver naar achter. Oh my god. Au, 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 au. Ik ben nog niet zo hoog. En ik ben af. Fiets. Nee, ik ook niet. Oh, ik ben nog nooit zo hoog geweest. Oh, damn it. Oké, ik zie je een hele aankomen. Au. Zijn jullie geraakt? Oh. Ik wel. Ik leef nog. Oh nee, ik word gehit. Ik word gehit. Helemaal kapot van die ATK's. Trouwens, ik werd gehit door de ATK. Jeetje. Hè. Ik schiet me helemaal kapot als zo'n ding. Oh, wat? Hoe dan? Hoe kan ik daar geraakt? Hoe kan ik daar geraakt worden? Zo, ik span en ik spring eruit en ik ben meteen neer. Oké. Maar de man heeft ook nog geen muntje. Hé, ik kan al het tweede muntje halen, kan ik je vertellen. Oh nee, serieus, wordt het weer zo'n spel voor jou weer. Hé, Jacco? Laten we even dat gaan doen. Nee. Oh nee, shit, dat halen we ook nooit. Juist niet. Hè? Waar zijn we nou goed in, Jacco? How about niks? Oh. Dat zag ik ook nog als een optie net. Oh, je moet hierin. Oh, cool. Ik zie iemand heel ver. Wie staat daar te koekloeren? Ja, ik sta gewoon weer op jullie te wachten. Oh my god. Ik heb hem alweer gehaald. Hé, hoe kan ik hier nou weer staan dan? Oh, nee, dat is niet handig. En heb je het muntje al dan? Nee, die kan ik pakken als ik wil. Dit is zo droog. Nou, ik loop gewoon in een ATK. Kan ik niet gewoon een ETK pakken en gewoon omhoog vliegen? Ja, even terugrijden en zo achteruit, nee. Ja, piep, piep, piep. Nee, maar er is een optie, je kan op die ETK's landen. En volgens mij is Jacco heel ver momenteel, of niet? Nee, ik ben in de spawnhok. Oh, dat was de mapmaker dan. Die werd aangereden door een ETK. Ah, daar werd weer iemand aangereden! Ja, dat was ik. Arme jullie. Oh, jij kan de impuls halen, denk ik, of niet? Nee, ik ga nu zo een muntje halen. Yes, hey, ik sta al in het hockey. Ik heb echt 17 HP. Even niks zijn er bijna. Laat maar. Ja, pak het muntje maar. Nee, ik wacht gewoon eventjes. Yo, ik ben helemaal naar beneden. Ik wil even kijken hoe jullie aan het struggelen zijn. Ja, hoe ga ik hier dit redden? Ja, daarnaast staat gewoon een ding. Waarom ga je daar in die safe ding staan? Ja, nou Oh my god. Om te kijken of je daar een cheat. Oh my god, ik weet nou hoe deze hele game mode gaat lopen. Wordt gewoon 5-0 dit. Dit wordt gewoon 5-0. Hé, maar het is ook leuk om een keer eens foutloos te winnen. Hé, humeur. Denk ik. Oh. Heb je ooit foutloos gewonnen in een minigame? Geen idee. Weet ik eigenlijk niet. Nee! Oh. Kan er geen sniperspel komen of zo? Dan heb ik nog kans. Ja. Ja, ik zou dit voor jullie een stukje makkelijker maken. Ik heb hem even helemaal open gemaakt. Helemaal open gemaakt? Ja, je hoeft nu niet heel specifiek te springen. Wacht, waar niet heen?
Oh, oh, je kan slopen. Ja, je kan blijkbaar slopen. Nou, er is geen trap, er is niks engs. Jullie kunnen gewoon komen hierboven zonder dat er iets aan de hand is. Wie loopt daar? Ben jij dat, schat? Ja, dat ben ik. Goed zo. Nee, waarom gaat hij... Oh my god, je ziet toch dat hij eraan komt? Ja, maar hij gaat in één keer draaien, stomme auto. Die auto ging in één keer recht mij op af. Wat? Je moet ook gewoon aan de zijkant van een plateau zo ver mogelijk aan de zijkant blijven. Ja, maar normaal gesproken zou je recht naar beneden gaan. Maar deze ging in één keer vloep vol op mijn gezicht. Ik zit jullie gewoon te spectaten hoe jullie het doen. Goed zo, goed zo, goed zo. Oh. Nee, nee, Vincent. Nee. Hey, gewoon helemaal. Oh. Oh, ik zag... Oh, nee. Ik dacht, yes, ik... Hey. Ja, ik pak hem. Je hebt nog maar een paar seconden, hè. Just saying. Oh, ja, okay. Oh, ik ben dood! Nee! Oh yeah. My god, ik had gewoon kunnen impulsen naar de overkant. Nu heb je ook niks. Oh, dit noemen ze hele gezonde karma. Oh my god, wat heftig dit. Ik ben gewoon dood. Heb je minutenlang boven gestaan voor niks. Ja, om even te kijken hoe het jullie afging. Oh. Niemand een punt. Niemand een punt. Oh. Hey, er staat ook gewoon nul winst. Ik heb al één keer gewonnen. Wat is dit? Ja, maar dit is voor jezelf. Nou, nu ga ik jullie niet meer sparen. Nu wordt het gewoon de rest allemaal winnen. Ja, dat vind ik echt saai. Hè, Jakke, dat is saai. Ja, nee, inderdaad. Vind ik ook saai. Wacht maar gewoon weer lekker. Och, jemig. Komt toch een bult auto's in één keer naar beneden zetten? Oh. Hop, hop. Nee. Rollende auto. Oh. Als je wil beginnen, is rechts makkelijker om te beginnen. Ik vind links makkelijker. Dan ga je lekker voor links. Alleen... Hier ga ik overschakelen naar rechts. Links beginnen, overschakelen naar rechts. Oh, fiets. Ik spring verkeerd. Ja, ik span gewoon telkens links. Ach, jullie hebben wel mazzel. Ik kom even niet van de span af. Niet van de span af? Nee, ik misluk mijn sprong een beetje in het begin. Anders was je al lang gefinished natuurlijk. Ja. Oeh! Maar de vraag is, ga je jouw record van de eerste ronde inhalen? Nee. Hoeveel seconden was dat? Die was snel, hè? Die was heel snel. Ja, dat vond ik ook. Ja, Jacco heeft wel een half puntje. Links is inderdaad iets sneller. Yes. En dan kan je dat tussenstukje kan je liefst naar rechts. Is een tactiek die ik nu met jullie deel. Nee, ik reed in een wagen tegen je aan. Hoe dan? Dat was zo ver. Er stond een auto stil beneden. Die kon ik gewoon pakken. Oh, dat was echt even genieten. Sorry, het spijt me heel erg. Zo hoog komt er een auto aan. Ja, maar denk voor mij. Ik was bijna bij de... Gaat Vincent gewoon met zijn etiket hier aan knallen. Eva was inderdaad bijna bij de dingen. En toen reed ik tegen haar aan. En toen knalde tegen haar weer een etiket aan. Toen was het bye-bye, Eva. Hop. Even wachten hier. Hop. Weet je wat ze ook met deze... Hey, weet je waar ik ben? Bij het muntje. Eigenlijk moeten ze ook een keertje met ballen doen. Dat is ook wel grappig. Met ballen? Ja. Oh, die ballen. Ja, ik weet wat je bedoelt. Die grote voetbalballen. Ja, of gewoon zo net zoals wat wij... hoe heette die spel met die trappen ook alweer? Oh ja, ik weet welke je bedoelt. Daar kan je ook zeg maar een eigen variant van maken. Nee. Laat me een keertje zien hoe het eruit ziet. Mercy on me. Oh. Ik was weer zo ver. Oh, iedereen is er weer vandoor. Het spijt me allemaal heel erg, maar niet heus. Misschien een heel klein beetje. Misschien ook een heel klein beetje niet. Als nou impulsen op het begin waren, konden we elkaar nog trollen. Ja, dan kon je omhoog impulsen. Jazeker. Dat wou ik eigenlijk niet zeggen. Hé, wat vervelend. Weer een muntje. Hé, je hebt nog geen punt. Weer geen punt. Nou, ik heb wel een munt. Telt een munt als een punt? Het kan nog gelijkspel worden, als ik deze twee win. Nou, ga ervoor, Jacco. Alleen Eva is wel wat verder geweest dan jij. Oh, ik wou zeggen, ik hou Vincent tegen, maar dat... Fiets. Ik sprong verkeerd. Jacco heeft wel gelijk. Links is inderdaad makkelijker erin springen.
En dan overschakelen naar rechts. Ja, dat wel. Nee! 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 Jacco was ver. Ik sprong letterlijk het sprongetje om in dat hok te komen waar jij die impuls vandaan. Letterlijk het sprongetje. Komt eruit het niets een aantal kamerkant op. Maar ik ben niet dood gegaan. Dus dat vind ik knap. Ik snap niet hoe vis voor elkaar kregen om een ETK gewoon erheen te rollen. En gewoon, je ziet het de hele tijd niet en in één keer staat er een blijkbaar. Wat, een ETK? Ja, gewoon stil, rustig, niks te doen. Au. Nou jongens, ik ga jullie weer alle tijd van de wereld besparen. Maar dan heb je weer... Dan gaan we weer. Echt ook gewoon alleen jij, hè? Ook gewoon alleen jij. Doei! Het kan nog een gelijkspel worden! Oh nee, toch niet. Sorry, het spijt me. Ik heb alles gewoon... Eigenlijk had ik alles al kunnen winnen, maar... Hey. Ja, maar misschien had ik ook kunnen winnen, maar nee. Jij zou me saboteren. Als je die tweede ronde ook niet over jezelf... Ah, als je de video terugziet, denk je echt van... Wow. Ik vind het wel grappig. Wel grappig. Hij was ook wel grappig. De actie was heel leuk. Ja, het was een zeldzame actie, want ik zie je niet vaak. Zo'n one in a million actie. Ho, fiets. Het is stomper geworden. Het is nog erger. Nee, er stond een ATK, die stond namelijk tegen een muur aan. Toen kon ik hem zo wegrijden, zo achter jou aan. En ik zag dat jij heel ver was. Toen dacht ik van, hey, dat lijkt me wel leuk. Wat als je tegen een ATK aan slaat, wat gebeurt er dan? Geen idee, probeer het zou ik zeggen. Ze rollen zo snel voorbij. Ja, ze rollen heel snel voorbij, ja. Nee, dit is ook een leuk spelletje. Je moet over de ATK heen jumpen, kijk. Komt er weer eentje. En... Oh, nee, mislukt. Zo, ik stond bijna op die punt van het schip dat zo uitsteekt. Nou, wat? Ik kon in het gat springen en ik werd gewoon in de boost naar beneden. Dat is echt zo sad. Oh, dit moet je zien in replay. Dat was echt super sad. Zielig, arme Eva. Hier, kijk. Als je goed oplet, komt er zo'n ETK aan en dan komt hij half stil te staan. Fiets, nu ben ik af. Dan kan je inspringen en dan kan je hem net op tijd wegrijden voordat hij in die trapzone komt. En dan kan je gewoon jezelf om naar boven rijden. Jacco gaat hem halen. Echt? Ja. Ik ken de traps hier niet. Dat is de enige. Ik vertrouw er niks van. Het is echt de enige. Ja, dat is echt de enige. Yes! Lekker, Jacco! Gelijkspel! Wat goed! Heel goed! Gelijkspel! Ja, zie je, draw! Oh, yeah. Nice! Yes. Allemaal 0 punten! Yes! Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe map van de kijker. Hoop voor je hem leuk en druk je even keihard op het duimpje omhoog. Hoop zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe Fortnite video. Tot de volgende keer en ciao!